Nu auto's, nu je blouse. De selectie van Veritas moet natuurlijk ook af en toe gebeuren aan de bak op het voetbalveld. Afgelopen dinsdag speelden ze in een oefenwedstrijd bij SAH en Herten. En zowel SAH Herten als Veritas komen uit in de tweede klasse. Alleen niet in dezelfde tweede klasse. SAH speelt vooral tegen ploegen uit Zuid-Limburg. Terwijl Veritas in een pool zit met ploegen die gaat meer noordelijker spelen. En al Brabantse ploegen tegenkomen in de competitie. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor de toesploeg. Dat scheelde niet veel, de bal eindigde in het net, maar de scheidsrechter had een overtreding gezien. In de herhaling, de bal onderkant lat gekupt. En in tweede instantie wordt de keeper dan aangevallen, zei de scheidsrechter. Liep nog niet heel veel aan de hand, maar een doelpunt wordt in ieder geval niet gegeven. Veritas is even met de schrik vrij in die openingsfase van de wedstrijd. En opnieuw is het SAH dat de aanval gaat zoeken. Welke voor de Z-kant, dat is een strakke veerzet en hij wordt uiteindelijk toetkörner voor werk. Ook de körner is strak veer, dan moet de kopbal komen van Juliette Wierik en die gaat over de goal. Opnieuw een flinke kans voor Herten. Aan de andere kant moet het gevolg komen van de nummer 9, Koen Stoop. Hij heeft de bal metgegeven en het shot is veel te zaag. Geen problemen voor de keeper van Herten. En een vrije trap dan. Daarvoor meldt zich aanvulder Rick Reiners. De bal had een lastige stuit, maar kan toch nog gepareerd worden. De voorzet dan. Is het geval nog niet geweken. Maar dan kan Veritas opruimen. Aan de andere kant. Af en toe is er ruimte in de verdediging van Herten. En daar kan Veritas misschien van profiteren. Het shot wordt van richting veranderd en dat is maar goed ook. En zo zijn we een hele aantrekkelijke oefenwedstrijd. Het gaat weliswaar neer om de punten. Voor beide trainers is het natuurlijk zaak om te kijken wie het team ervoor stuit. Opnieuw Veritas. Grote kans. De bal gaat uiteindelijk nijven. Slordig balverlies van Herten. In het eigen strafschopgebied moesten ze dat niet doen. Nou, zet hem maar binnen dan. Oh, één keer te veel afleggen. Ja, dat kan ze blijven doen natuurlijk. Toen dat de bal weggewerkt werd. En dan is de bal alweer aan de andere kant. Dan kan Herten dat misschien niet spelen. Dit is mooi uitgespeeld en de goal. Jawel, Herten nu al op voorsprong. Ja, zo moet ze het doen, zo speelt ze dan de bal uit. En uiteindelijk, als ze de kans hebben, moet ze naar binnen zitten natuurlijk. Herten op voorsprong in de oefenwedstrijd tegen Veritas. En de gast ook Neretter natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Mooi deurgekop en dat is de kans. En een prachtige redding. Keeper Ruud Schumann voorkomt eigenhandig en het treffer van Koen Stoop. SAH met de schrik vrij, maar Veritas wordt dan sterker. En ook in de tweede helft geeft de ploeg in het oranje op zoek naar de gelijkmaker. Maar dat betekent ook dat er ruimtes weggegeven werden. Kijk eens even hier, een counter van Herten. Over drie schieven, achterin metgeven en dan krijgt de bal nog een lastige stuit. Kan toch goed gespeeld worden en dan komt er de 2-0. Oh, even geschoten. Spectaculaire aanval van SAH van Hoed. En een counter, perfect goed gespeeld. Ja, met een beetje geluk is het dan 2-0 voor de toesploeg. Veritas met de schrik vrij, maar wel een beetje de kluts kwijt ligt het wel. Want dan komt Herten nou weer. Veerzetten dan maar, wie de tweede pol. Maar de veerzet komt niet. En ja, dan kunnen ze de bal niet de goal inlopen. Daarvoor staat er een te goede keeper onder de lat bij Veritas. De körner, dat dan nog wel. Achterin, nou allemaal goed. En de bal gaat over. SAH in die tweede helft dus nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer en er ook het dunste bij. Vrije trap voor Herten. Goeie bal en door de kopbal. Dat was de kans van Nicholas Mitchell op de 2-0. En Veritas onder druk. Weer Herten in de aanval. Balletje boeten om. Handig metgegeven en door is er. Oh, weer een hevige geschoten. Ja, Herten kreeg de beste kansen in deze wedstrijd, maar verzuimt om een tweede treffer te scoren. En dan kan het zomaar aan de andere kant natuurlijk misgaan. Zeker als dit gebeurt, daar is er, de gelijkmaker. We zullen zeggen, hij hong niet in de log. Veritas hij niet veel kansen gehad en SAH protesteert tegen de treffer. Die zeggen dat er een overtreding aan vooraf is gegaan. Want wat stinkt de speler daar bent vrij voor de goal van Ruud Schumann. Dan zou die overtreding hier hebben moeten plaatsvinden. Ja, en de herhaling ook niet te beoordelen of dat zo is. Maar keeper Ruud Schumann is het in ieder geval dan niet met eens. Een oefenwedstrijd eindigt op deze manier in een gelijkspel 1-1.
Ja, punten zijn er niet te vergeven, maar als dat zo was, dan hebben ze gedeeld vandaag. Veritas en SCH met een leuke oefenpot. Ze hebben er veel van opgestoken en zijn kloor voor de tweede helft van de competitie.